Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Mirjam en op dit kanaal vertel ik je van alles en nog wat over schrijven. Voor mij is het een beetje onwennig, want het is echt wel een tijdje geleden dat ik een vlog heb opgenomen. Want ik heb me vooral heel veel geconcentreerd op het herschrijven van project Lichtstad. Maar goed, nu ga ik dus eindelijk weer een aantal vlogjes opnemen. En in de vlog van vandaag gaat het eigenlijk niet zozeer over mijn schrijfwerk. Maar gaat het over alle baantjes die ik tot nu toe heb gehad. Dus vanaf mijn allereerste bijbaantje tot vandaag. En het grappige is wel dat ik een aantal van die baantjes heb ik dus zeker als inspiratie gebruikt voor personages in mijn boeken. Dus mag jij raden welke dat allemaal zijn? Mijn allereerste baantje waar ik dus iets voor betaald kreeg was een folderwijk. Dat was alleen met kerst, moest folders rondbrengen. Maar goed, ja, dat was één dag, dus dat telt niet echt mee als baantje. Maar mijn tweede allereerste baantje was een krantenwijk. Ik bracht het Reformatorisch Dagblad rond. Ik had echt een super grote krantenwijk, maar niet heus. Ik had 17 kranten die ik moest bezorgen. Alleen, het was buitengebied, dus ik was uiteindelijk er nog steeds een uur mee bezig of zo. Dat was mijn eerste baantje. En ik weet nog dat ik het tegen een vriend van mij zei op school. Ik zeg, ik heb een baantje. Ik heb een krantenwijk. Hij zegt, dat is geen baantje. En achteraf, als ik er ook over nadenk, denk ik, ben je 6 dagen in de week was je bezig met de krantenwijk. En het bedrag wat je ervoor kreeg, zelfs schrijven wordt nog beter betaald. Maar goed, ik had een baantje. Ik was intens gelukkig. Want ik kon eindelijk dingen kopen. Zeg maar. En dat deed ik ook een beetje te veel. Helaas, pindakaas. Een paar maanden na mijn eerste baantje kreeg ik een tweede baantje bij de post. En ondertussen hield ik wel mijn krantenwijk. Dus op zaterdagochtend, want toen ik dat baantje bij de post was, eerst voor 3 dagen in de vakantie. Volgens mij dinsdag, donderdag en vrijdag of zo. Of de hele week. Dat zou ook kunnen, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nou, volgens mij was dat 3 dagen. Dinsdag, donderdag, vrijdag. En alle andere dagen bracht ik ook mijn kranten door, dus rond. En toen, na de zomervakantie, ging ik op zaterdag bij de post werken. Dus dan moest ik zaterdagochtend super vroeg mijn bed uit, hopen dat de kranten er waren en mijn krantenwijk bezorgen. Als de kranten er niet op tijd waren, dan sms'te, want ik had geen smartphone. Ik naar mijn moeder van, ja, de kranten waren er niet. En dan ging mijn moeder mijn kranten rondbrengen. Lief, hè? Want ja, ik moest om 8 uur beginnen bij de post. En ja, voor die tijd moest ik mijn krantenwijk gedaan hebben. En als dat, soms waren de kranten te laat en dan kon het niet. Nou goed, dat heb ik allebei 2 jaar volgehouden. Tot mijn examenjaar. En eigenlijk is het een beetje dom dat ik toen weg ben gegaan bij de post. Het ging helemaal nergens over. De post betaalde echt goed als jongere. Kreeg je gewoon goed betaald bij de post. Destijds. Ik weet niet hoe het nu zit. Maar ik ben daar weggegaan. Want ik zou die zomer zou ik in Canada als au pair gaan werken. En dat ging uiteindelijk niet door. En ik had geen zomervakantie afgesproken bij de post. Dus in plaats van dat ik vroeg van, hey, wat is er mogelijk? Kan ik nog 2 weken vakantie nemen deze zomer? Dacht ik, nou, ik neem maar gewoon ontslag. Want ik ga studeren en dan heb ik mijn tijd hard nodig. Maar ja, ik was ook bezig met het proberen te behalen van mijn rijbewijs. Want dat mocht toen nog als je 18 was en niet als je 16,5 was. En mijn moeder heeft zelf op, volgens mij op haar 32e of zo de rijbewijs gehaald. Want ik weet nog dat ik wel eens mee ben geweest met rijlessen van haar. En zij heeft altijd gezegd van probeer het zo snel mogelijk te halen. En dus ja, daar was ik mee bezig. Dat kostte best wel veel geld. Ik was begonnen aan een studie. Die ik ook zelf moest betalen, kostte ook veel geld. Dus ik moest wel een baantje hebben. En nu achteraf denk ik echt zonder dat ik toen bij de post ben weggegaan. Want ik ging daarna in de sportschool werken. Dan hebben we het over, ik heb hier een spiekbriefje, 2011. Toen ging ik in de sportschool werken, 20 uur in de week. En een studie, nieuwe studie. En rijles, autotheorie, alles bij elkaar. Dus het is niet heel vreemd dat ik dat niet volhield. En uiteindelijk is mijn studieslachtoffer geworden, vooral. En achteraf gezien had ik toen ongediagnosticeerde celiakie. Dus
was ik heel veel moe. Maar ik denk dat 20 uur in de week werken en vooral in de avonden, dat dat ook niet echt bijdroeg. Want ik ben meer een ochtendmens dan een avondmens. Maar goed, ik heb uiteindelijk tot april 2012 in de sportschool gewerkt. Toen had ik al gezegd van, hey, ik had toen een andere baan aangeboden gekregen. Begin april als onderwijsassistent op de Fruitier tot en met de zomervakantie. Dus ik had al tegen mijn baas bij de sportschool gezegd van, ja, ik wil eigenlijk per 1 mei stoppen. Nou, dat kon. Was allemaal geen probleem. Toen bleek bij een bijeenkomst met het personeel waarom dat geen probleem was. Want de sportschool was failliet. Dus dat was een beetje jammer. Nou ja, ik ging er daar toch weg. Want ik ging aan de slag als onderwijsassistent. En dat betaalde wel echt een stuk beter dan in de sportschool werken. Nou ja. Dat heb ik tot de zomervakantie gedaan. En in de zomervakantie van 2012 heb ik mijn eerste zomer als au pair doorgebracht in Woking in Engeland. En nou ja, daar heb ik overduidelijk een boek over geschreven. Over hoe het is om au pair te zijn. Dus dat, ja, dat is in ieder geval daarvan afgeleid. Nou, toen kwam ik terug in Nederland. En toen ging ik, maakte de overstap van... Nee, toen had ik nog niet de overstap gemaakt. Toen begon ik aan de lerarenopleiding Engels. En toen heb ik... dacht ik van, ja, ik moet eigenlijk toch wel weer een baantje. En omdat die lerarenopleiding op donderdagavond was en ik zelf mijn stages tussendoor moest regelen, kon ik door de week aan de slag bij de post weer. Dus in 2012 heb ik... ik weet niet precies hoe lang. Volgens mij heb ik 10 maanden of zo bij de post gewerkt. Net geen jaar. Of wel net een jaar. Want, dan moet ik het even goed zeggen hoor. Ja, want in de zomer van 2013 heb ik gesolliciteerd als onderwijsassistent, mediathecaris en nog een paar dingen op de Pieter Zandt in Kampen. En ik ging aan de slag op locatie IJsselmuiden. En dat is het baantje geweest waar ik mezelf echt keihard tegen ben gekomen. Ik durfde geen initiatief te nemen. Ik vond alles heel spannend. En ik gaf bijles Engels aan een aantal leerlingen. En nou, toen liep ik gewoon compleet vast. En mijn pestverleden, alles kwam naar boven. En dat baantje heb ik dus tot december 2013 gehad. En toen is dat opgezegd. Ik heb nog wel mijn stage afgemaakt op de Pieter Zandt. En toen heb ik de overstap aangevraagd van het deeltijdprogramma naar het duale programma. En dat is toen ook toegezegd in, volgens mij, januari 2014. Ja, 2014. Maar ja, had ik weer geen baantje, dus ik moest weer wat gaan verzinnen om te doen. En toen heb ik maar weer gesolliciteerd bij PostNL. Want waarom ook niet? En toen heb ik... Ik weet niet precies hoe lang ik gewerkt heb hoor bij PostNL. Volgens mij toen drie maanden. En toen kreeg ik voor de zomervakantie een baantje op een vakantiepark. Ik heb vakantiehuisjes schoongemaakt. Daar heb ik de herinnering die ik daar nog aan heb, is dat ik toen heel veel sinaas heb gedronken. Ik was vaak heel erg moe als ik aan het werk was. En dan sinaas, kreeg je suiker, kreeg je energie van. Lekker gezond. Maar achteraf gezien was dat dus ook allemaal celiakie. En ja, ik weet weer hoe het zat. Ik heb toen een half jaar bij de post gewerkt. 2 keer 3 maanden. Ik had 2 keer een contract van 3 maanden. En dat is toen op een heel vervelende manier afgehandeld. Toen had ik een nieuwe teammanager en die was gewoon echt verschrikkelijk. We hadden ook een heel aardige teammanager, die heette Paul. En daarom heb ik dus de teammanager van Lynn in Chaos en Time Out heb ik ook Paul genoemd. Als eerbetoon aan Paul van de Post, die wel echt fantastisch was. Maar goed, toen werd mijn contract niet verlengd na die 3 maanden. En toen ben ik die vakantiehuisjes gaan schoonmaken.
Maar ja, ondertussen zat ik wel met dat ze het gewoon helemaal niet leuk hadden afgehandeld. Dus ik weet nog dat ik toen in oktober 2014 nog even terug ben geweest bij PostNL voor een normaal fatsoenlijk afscheid, zeg maar. En nou ja, die vakantiehuisjes schoonmaken, dat, ja, dat is een leuk baantje als je 15, 16 bent. Niet als je 19, 20, nee, ik was al 21 ben. Volgens mij 20 of 21. Want ja, nee, ik was nog geen 21, want ik kreeg nog niet minimumloon. Maar als je 20 bent, is dat niet echt... ja, tenminste qua betaling. En het is niet vervelend bedoeld hoor, richting waar ik toen gewerkt heb. En ze verwachten wel echt dat je het heel goed schoonmaakte. En ja, ik weet niet. Ik schijn dat toen wel gekund te hebben. Maar ik ben nog steeds niet heel goed met schoonmaken. Nou ja, vanaf 2014 kreeg ik natuurlijk een nieuw baantje. Wat ik op dit moment nog steeds heb. De banier ging natuurlijk mijn boek uitgeven en dat hoorde ik in 2014, maar pas vanaf 2015. Toen heb ik het contract getekend en was ik officieel auteur natuurlijk. Dus dat, ja, dat baantje heb ik nu nog steeds. Maar ja, ik zocht dus wel weer een nieuw baantje. En toen ben ik aan de gang gegaan als oppas voor een gezin bij mij uit de kerk. Die had pleegkinderen en ik heb... ook op die kinderen gepast. Het was ze op school brengen en op woensdag en vrijdag ook weer uit school halen en dan totdat de pleegmoeder thuis kwam. Dat heb ik ook een jaar gedaan, denk ik ongeveer. En nou ja, iets langer, tot begin 2016. Want in 2016 moest ik mijn assessment doen op Driestar College en daarna mocht ik zelfstandig voor de klas. Dus toen heb ik 2,5 jaar zelfstandig voor de klas gestaan. Maar daarvoor heb ik dus in de zomer van 2015 tot en met de zomer van 2019 heb ik weer iedere zomer als au pair gewerkt. Dus dat was ook weer een baantje. En maar goed, 2016 tot 2018, dat was mijn eerste officiële, echte volwassen baan, vind ik. Ik bedoel, daarvoor heb ik natuurlijk ook als onderwijsassistent en dergelijke gewerkt. Maar het was allemaal maar tijdelijk. En dit was, nou ja, op dat moment langs de baan waar ik gewerkt heb als je auteur... Nou, auteur was ik toen ook nog niet zo heel lang, maar als je dat niet meetelt. Ja, ik heb echt met superveel plezier voor de klas gestaan. Dat is echt... ik ben op dit moment bezig met een verhaal over een docent op een middelbare school. En ik waan me echt gewoon weer terug voor de klas. En ik vind het heel mooi werk. En ik hoor je nu al denken, zeker als je in het onderwijs werkt en je weet er zijn superveel vacatures in het onderwijs. Mirjam, waarom solliciteer je niet? Omdat ik mijn gezondheid net iets belangrijker vind. Ik heb hier een poosje geleden ook een blog over geschreven en iets over op LinkedIn gedeeld. Dat ik... nou ja, toen ik in het onderwijs werkte ben ik 2 keer echt bijna burn-out geweest. En ik had de vakanties keihard nodig om bij te tanken. En wat natuurlijk niet meehelpt is dat ik het grootste gedeelte van mijn opleiding en ook dat ik voor de klas stond, dat ik celiakie had en ik had nog niet de diagnose. Dat heeft niet meegewerkt. Maar omdat ik dus de diagnose op wat latere leeftijd heb gekregen, is het ook echt... ja, ik ben sneller moe. Het is grotendeels onder controle, maar sommige dingen... ja, dat het is niet dat het niet beter wordt, maar dat zijn mijn MDL-artsen. Je hebt een chronische ziekte, je bent nu eenmaal sneller moe. Je hebt sneller last van je buik. Dat hoort erbij. En nu, op dit moment, nu ik zeg maar zelfstandig als auteur werk en mijn eigen bedrijf heb en... mijn bijbaantje in de wedloop, zoals ik het nu noem, gaat dat echt goed. En ik ben bang dat als ik weer voor de klas zou gaan staan, dat dat toch weer misgaat. En dan kan ik mijn schrijfwerk ook niet doen op het niveau waarop ik het nu doe. En aan de andere kant, door middel van mijn boeken en mijn schrijfwerk, leer ik jongeren ook ontzettend veel. En dat zou ik niet willen missen. En wie weet ga ik ook wel weer een keertje gastlessen geven. Maar goed,
Nog even, we zijn nog niet helemaal door de baantjes heen. Ik heb nu natuurlijk al wel verteld over de wedloop. Maar in 2018, zomer van 2018, werd mijn contract niet verlengd. Ik heb toen weer als au pair gewerkt. En per 1 augustus ging ik echt soort van aan de slag voor mezelf. Ik ging me focussen op mijn schrijfwerk en zien waar het me zou brengen. Ik weet dat een heleboel mensen dat echt heel dom vonden. Want die dachten echt van, ja, je moet toch geld verdienen. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar ik heb nu een aardige buffer opgebouwd. Ik wil me focussen op mijn schrijfwerk en zien wat het uiteindelijk oplevert. Nou, uiteindelijk heb ik in februari 2019 wel weer gesolliciteerd naar een functie als communicatiemedewerker. Zonder dat ik een opleiding daarvoor had gedaan. Maar ik was best wel actief op social media. Ik had een blog en het leek me wel echt super gaaf. Dus toen heb ik 3 jaar lang als communicatiemedewerker gewerkt. Bij het LCA en later werd dat het IKC. En dat is een jongerenorganisatie, dus toch weer met jongeren. En in eerste instantie werkte ik 34 uur in de week. Maar ik kwam er in oktober achter dat dat toch een beetje te veel was. Oktober 2019. Dus heb ik gevraagd van, kan ik minder uren gaan werken? En het kwam super mooi uit. De collega die ik had vervangen, die kwam deels weer terug. Dus ik kon naar 20 uur per week gaan. Dat hield ik een stuk beter vol naast mijn schrijfwerk. En nou, uiteindelijk in november 2021, toen had ik een gesprek met mijn leidinggevende. En die zei ook van, ja, we hebben nu 2 opties. Want mijn contract liep tot 31 maart 2022. Hij zei van, ja, eigenlijk moet jouw functie fulltime of in ieder geval 4 dagen in de week ingevuld worden. En hij zei, je mag het doen als je wil. Maar ik denk eerlijk gezegd dat jij er niet gelukkig van wordt. En daar had hij helemaal gelijk in. Want ik zat toen zelf al... Ik heb ook in de zomer van 2022... Nee, niet 22. 21 heb ik dus ook overwogen om te solliciteren op het Trista College. Ze zochten daar een docent Engels. Eigenlijk mijn functie. Die ik, nou ja, 2 jaar daarvoor of 3 jaar daarvoor kwijt was geraakt. Toen heb ik het overwogen om te solliciteren en uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Maar ik had wel zoiets van, want toen dacht ik, als ik me nu de komende 2 jaar op mijn 100% op mijn schrijfwerk kan richten, ik denk dat ik dan genoeg heb opgebouwd om er een aardig zakcentje aan over te houden om er in ieder geval van te kunnen leven. Ik ben inmiddels een jaar verder qua zelfstandig schrijfwerk. En dat is nog niet helemaal waar. Maar ik merk dat ik nu een heleboel dingen aan het opbouwen ben. En over 2-3 jaar ga ik daar zeker de vruchten van plukken. Dus we gaan het zien. Ik hou je daar sowieso van op de hoogte. Maar goed, toen had ik in dat gesprek aangegeven, nou ja, dan zou ik tot 31 maart blijven werken. Daarna zou ik mijn eigen bedrijf oprichten en eventueel ook wat klussen tussendoor doen voor het LCA. Inmiddels was dat toen IKC geworden. Maar ja, toen kreeg ik in januari 2022 een appje van Elise, de vorige eigenaresse van de wedloop. Mag ik jouw gegevens doorgeven aan Kees van Garder? Hij gaat onze winkel overnemen en hij is dan op zoek naar personeel. Ja, dat was te mooi om waar te zijn. 4 februari ben ik op gesprek geweest in 2022. En nou, het was eigenlijk vrij snel duidelijk. Oké, 1 maart beginnen. Dus toen heb ik een maand lang 3 baantjes gehad. Communicatiemedewerker, boekhandelmedewerker en auteur. En sinds april 2022 werk ik dus part-time in de boekhandel. Gemiddeld 11 uur in de week. En de rest van de week werk ik als auteur. Schrijf ik boeken. En dat zijn de baantjes die ik allemaal gehad heb. Je zult vast wel het een en ander herkennen van de boeken die ik heb geschreven. Laat me dan weten in een reactie wat jouw eerste baantje was. Of wat je nu doet. Vind ik ook leuk om te horen. En als je het een leuke video vond, geef hem een duimpje omhoog. Ben je nog geen abonnee, wil je geen video meer missen? Abonneer je zeker op mijn kanaal. En maak er vandaag een super mooie dag van.